Hoi, ik ga je in deze video laten zien hoe je heel makkelijk een boekje kan maken van één velletje papier. Dus bijvoorbeeld een A4'tje of een stuk A3 papier. Dus ja, eigenlijk is het enige wat je hiervoor nodig hebt een stuk papier. En dan ga ik laten zien hoe je het moet vouwen om een boekje te maken. En dat doen we door eerst door de helft te vouwen. Ja. En dan goed scherp vouwen, dus met je nagel eroverheen. Zo. En dan vouwen we hem weer open. En dan vouwen we hem over de lange zijde. Ook weer dat het goed aansluit op allebei de hoekjes. Ja, en dan vouwen. En met de nagel eroverheen. En dan vouwen we hem weer open. Zo, en dan vouwen we de buitenste kant naar binnen toe. Zo, mooi. En dan heb je 8 bladzijden, 8 pagina's. En dan nu vouwen we weer naar binnen toe. Zo. En dan hebben we een schaar nodig. Die heb ik toevallig. En dan knip je van hier tot hier het open. Dus hier is de binnenkant nog zeg maar aan elkaar en hier is het open. En dan knip je over deze lijn. Wat voor nu? Zo. Oké, en dan vouwen we hem open. En dan gaan we hem weer dichtvouwen, maar dan zo. En dan druk je ze naar elkaar toe. En dan heb je een boekje. Tada! Heb je nog wel dus dat de pagina's nog niet helemaal aan elkaar zitten. Dus bijvoorbeeld hier. Dus dan zou je bijvoorbeeld lijm kunnen gebruiken om deze pagina's aan elkaar te maken, zeg maar deze stukjes. Of misschien stukjes plakband. Maar ik ga het even doen met lijm. Tada! Oké, kijken. Dus de stukjes die... Het zijn wel gewoon pagina's, maar hier zit het nog een beetje los, zeg maar. Dus dat lijm ik dan aan elkaar. Gewoon een beetje lijm. Gewoon de hoekjes. Zo. Die zit vast. Zo. Volgende pagina. En dan de laatste. Die wordt denk ik iets moeilijker, omdat de rest al dichtgelijmd is. Het gaat vooral omdat het gewoon aan de bovenkant een beetje op elkaar aangesloten is. En dan is het boekje heel mooi gevouwen. Kijk, een beetje gekreukeld, maar goed. Dan heb je een mooi boekje. Met 8 pagina's volgens mij. Tada! Heel simpel. En omdat ik gewoon heel simpel A4 printpapier heb gebruikt, zie je een beetje van die kreukels. Maar als je gewoon heel stevig papier gebruikt, dan heb je dat als het goed is niet. En dan ga ik het nu nog even leuk inkleuren. Dus ik ga er wat dingen op tekenen, zodat het een echt boekje wordt. Ik ga niet een heel verhaal erin schrijven of tekenen of zo, maar ik ga gewoon een beetje leuk experimenteren met kleuren en vormen. En hopelijk is het dan een beetje een leuk boekje. Zo, en dan is dit het boekje. Ja, ik vind hem eigenlijk best wel leuk. Het was ook gewoon leuk om een beetje random dingen te tekenen zonder al te veel na te denken over of het
ergens over ging. Of het er wel mooi uitzag. Dus ja, ik vind het wel nice. En als je dit boekje dus iets groters zou willen maken, dan moet je dus een wat groter papier gebruiken. Dus bijvoorbeeld A3. Maar ik vind hem zo eigenlijk wel leuk. Dus ja, ik hoop dat je dit een leuke video vond. Doe anders even een duimpje omhoog. En dan zeg ik bedankt voor het kijken. Doeg! En ik zal er nu ook nog even eentje extra maken. Want dan zie je ook, en dan ga ik op elke pagina de bladzijdennummer zetten. En dan weer openvouwen. En dan zie je dus hoe de pagina indeling is. Zo, en dan ga ik nu even het erop schrijven. Waarschijnlijk is het een beetje uitgevlekt, maar dat geeft niet. En dan gaan we weer uitvouwen. Oh, oké. Even denken wat hier de logica van is. Oh, ik had eigenlijk even die 1. Is die nou op de kop? Ik ga hem even opnieuw vouwen. Moet ik even de 1 duidelijker, dat ik zie welke kant de bovenkant is. Ja, oké. Dus als je dit ziet, dan heb je hier de voorkant, maar die is op de kop. Kijk hoor. Voorkant. En dan is dit de achterkant. Achterkant. En die zijn dus, als je hem zo houdt, op de kop. En dan heb je dus daarna pagina 2, pagina 3, pagina 4, pagina 5 en dan op de kop 6 en 7. Dus als je eerst de pagina maakt en hem dan pas gaat vouwen, dan is het wel handig om hier rekening mee te houden.